Welkom bij een nieuwe aflevering van de Weg naar Rijkdom. En vandaag gaan we het over financiën hebben. En waarom gaan we het over financiën hebben? Nou, ik volg niet echt het nieuws, maar zelfs bij mij is het doorgedrongen omdat op mijn financiële nieuwspagina staat. Rusland valt Oekraïne binnen, de beurs reageert, het is één groot gekkenhuis, het gaat heel hard omlaag en het lijkt zelfs andersom dat het soms nog harder omhoog kan. Zo vandaag de AEX plus 4. En daarom dacht ik, dit is een goed moment om eens naar financiën te kijken en naar de emoties die hier meespelen. Want waar ik natuurlijk eerder heb verteld in de cyclus, als je kijkt, als je financiële stress hebt, dan gaat dat gewoon impact hebben op je gemoedstoestand, op je gezondheid. En natuurlijk, je gezondheid heeft twee delen, je fysieke en je geestelijke gezondheid. Nou ja, je kan voorstellen als je stress ervaart, kan dat op een gegeven moment, als je te veel stress ervaart, kom je gewoon in een burn-out terecht. Dan kom je eigenlijk in een je geestelijke gezondheid komt onder druk te staan. En dat, nou ja, iedereen kan begrijpen, als jij helemaal burned out bent, dan is je gemoedstoestand is F, je gezondheid doet er even niet toe. En financieel, je earning capability, staat ook op nul. Ja, waarschijnlijk zit je dan gewoon lekker, nou ja, je hangt in je bed en je bent blij als je eruit komt. Dat is de overwinning van de dag dan. Nou, waarom over financiën? Nou, de beurs beweegt nu heel veel en ik denk dat dit een mooi moment is, omdat eigenlijk vanaf de coronadip de beurs als een ware, sinds tot november vorig jaar, een soort superraket omhoog heeft gedaan. En nu komen we op een moment waar dingen anders zijn. En nou, ik merk het ook, mijn belegging heeft een aardige duik al gemaakt. Er is een paar duizend euro verdampt. En ik kan er nog om lachen ook. Dus dat heeft te maken met mijn strategie en de emotie die ik erbij heb. En daarom wil ik jullie graag meenemen in mijn beleggingsverhaal, hoe ik naar beleggen kijk. Want toen ik begon met beleggen, ik was geïnspireerd, had cursus gedaan, begin corona, cursus. En dan had iemand over allemaal verschillende beleggingsvormen. Daytraden, dus je gaat op een dag proberen rendement te maken, je gokt. Bijvoorbeeld wat je kan doen, stel de cijfers van een bedrijf komen uit, pak even Facebook en jij gokt, nou, die gaan echt killercijfers hebben. Dan koop je een longpositie. De dag ervoor of op dezelfde dag en dan hoop je dat de koers in de loop van de dag gaat groeien en aan het einde van de dag stop je eigen positie. Dus je neemt eigenlijk een positie voor een hele korte periode en je probeert dan rendement te maken. Dan kan je gaan swing traden, dat betekent ik neem een positie, bijvoorbeeld ik neem een aanloop, kijk bijvoorbeeld een aandeel is wat zwaar afgestraft of ik zie een bepaald patroon, technische analyse en ik koop een positie. Long of short, ik zeg nou het gaat verder stijgen, het gaat dalen, short is naar beneden, de koers wordt lager, long is omhoog dan ga ik daar gokken en dan neem ik hem wat voor een lange periode en dan probeer ik ongeveer 10% rendement te maken en bij 10% zet ik dan bijvoorbeeld een stoploss, dat is eigenlijk het moment als hij dan iets verder stijgt en dan gaat het weer omlaag, dan verkoopt hij automatisch. Nou, supermooi systeem. Dus ik was geïnspireerd, in die cursus werd dat verteld. En je hebt natuurlijk ook buy and hold. Dus je koopt gewoon aandelen waarvan jij zegt, nou die zijn nu fair. Die hebben een eerlijke prijs. Voor dit geld wil ik ook kopen. En ik verwacht dat in de komende jaren dit groeit. En een bekende belegger die die tactiek doet is Warren Buffett. Nou, als je die niet kent en je denkt wie, die man die heeft, die is volgens mij al ergens bijna 90. Of misschien is hij al 90. En die heeft dus, nou toen hij nog een jonge god was, volgens mij rond zijn 20ste ergens, heeft hij al zijn geld belegd. En die is nu multimiljardair. Volgens mij had hij het laatste dag 80 miljard op zijn naam staan. Dus dat is best wel aanzienlijk. Gewoon met beleggen. Komen we straks op. Dus ik begon met beleggen en ik had een cursus gedaan. Nou, technische analyse, patroon herkennen. Dus ik was super fanatiek in het begin. Ik volgde constant de beurs, probeerde daytrades te maken. Nou, dat ging af en toe heel goed, dat ging af en toe heel slecht. Maar eigenlijk netto was mijn resultaat best wel slecht. Wat ik merkte is dat je dan heel erg op de emotie zit. Je moet een beetje gaan gokken. Je neemt positie en dan zeg je nou bij 5%. Als die 5% daalt, dan verkoop ik die positie. En als hij dan 10%, dan kan ik, nou, dan zet ik het stoploss in. Nou, ik merkte, het was ook een beetje een rare tijd, want een tweet van Trump kon de beurs omhoog of omlaag laten bewegen. En er gingen aandelen echt alle kanten op. Ik heb een keer een aandeel gewoon gekocht en die ging diezelfde dag 100%. Hartstikke leuk, 1000 euro winst, maar ik heb hem toen gesloten. Maar ja, nou ja, je snapt, als dat soort dingen gebeuren, kan je ook verliezen. Want dingen die hard stijgen en een markt die hard stijgt, kan dingen ook hard dalen. En dat is denk ik ook waar ik erachter kwam van, ja, ik nam positie in, ik zat ook een beetje met short spelen, daar ben ik ook helemaal mee gestopt. Dus het gokken dat een koers daalt, omdat, nou ja, wat ik al zei, elke keer als Trump tweette, dan schoot de koers weer de andere kant op. En daar verloor ik dus geld mee. En dat deed best wel pijn. En op een gegeven moment was ik, zeg maar zo, eigenlijk best wel een beetje deprimerend worden zelfs. Omdat het ging echt niet zo lekker als ik gehoopt had. Want ja, je hoort gouden dromen en deze methode en wauw, geweldig. Hartstikke enthousiast in het begin. Ik deed alles te doen en nou, volgens mij waren mijn analyses best wel oké, maar... Nou, ik geloof gewoon niet in technische analyse. Laten we het daarop houden. I got my fair share, zullen we maar zeggen. En ik merkte gewoon, ja, dit is niet het. Dus toen besloot ik eigenlijk gewoon meer te gaan kijken voor buy and hold. Hè. Dus ik koop een aandeel waar ik denk, hey, dit is een mooi aandeel. En daar geloof ik in. Nou ja, een van mijn aandelen die ik kocht was toen de tijd Renewi. En ja, ze hebben een... Je kan een split doen of een stok, ja, hoe noem je dat, reverse, dat je van 10 aandelen naar 1 bent gegaan. Dus ik, nou ja, toen de tijd was het aandeel 32 cent of zo, iets in die richting. Toen heb ik er 10.000 gekocht, dacht nou prima. En toen daalde de koers naar 20. En toen zat ik echt helemaal doorheen. Ik was best wel wat geld verloren. Je moet de transactiekosten moet je ook mee rekenen. Dat gaat heel hard. Als jij heel veel transacties doet, elke transactie, vooral losse aandelen, dat kost gewoon geld. En ik was er een beetje klaar mee. Dus ik had de positie en ik weet nog dat ik een deel goed maakte. En nou, ik dacht, nou, ik hou gewoon de posities vast. Ik had gewoon een mandje aandelen en ik heb het even een tijdje gelaten. Gewoon, ik volgde het nieuws wel, maar ik merkte ook dat ik er slechter door sliep, weet je wel, door dat swing traden, day traden. Ik was de hele dag bezig met dingen. Ik had geen rust. En eigenlijk wist ik niet zo... Ja, ik had wel een cursus gedaan, maar ik was gewoon niet zeker genoeg van mijn zaak. Ik had gewoon nog geen goed gevoel. Dus ik... maar goed, ik dacht, nou, ik hou dit mandje en ik laat de boel en ik hou het een beetje bij. En op een gegeven moment gebeurde iets magisch. Want ik had ineens een mandje aandelen en die ging het ineens allemaal heel goed doen. En... nou, ik ga gewoon eerlijk zijn, ik had een verlies van 6000 euro. Dat heb ik dus in een half jaar, eigenlijk met gewoon de aandelen die ik, waar ik dacht, ja, dit zijn gewoon mooie bedrijven. Hier heb ik, of er zit een verhaal, hier is rendement te maken. Die gingen gewoon keihard. En op een gegeven moment stond ik groen. Toen heb ik één aandeel, had ik, want er waren, ja, weet je, je volgt zo'n forum, er waren super enthousiast. En... nou, die had ik ook gekocht en er was een beursgang naar de Nasdaq. En toen dacht ik, nou mooi, de koers gaat omhoog, ik stap eruit. En dat was ook het perfecte moment, want volgens mij is het nu ongeveer gehalveerd. Dus dat is ook wel een beetje wat je moet weten. Soms wordt een aandeel heel erg geprijsd en dan vindt iedereen dat het heel veel waard is. Voorbeelden hier zijn van farming. Daar ben ik dus uitgestapt. PostNL worden allerlei wilde verhalen op forums gedaan dat er marktmanipulatie is. Ja, soms ligt een aandeel goed, soms ligt een aandeel slecht. En daar moet je gewoon mee leren leven. En ik merkte dus dat als, in plaats van dat ik ging kijken naar technisch en patronen en dingen, als ik gewoon ga kijken van, hey, welke bedrijven presteren goed, welke bedrijven verdienen geld, kopen dividend, of betalen dividend uit, kopen aandelen in. En dat eigenlijk beleggen veel makkelijker werd en ook veel rustiger. Want ik koop nu gewoon bedrijven waarvan ik denk, hey, dat is een mooi bedrijf. Dus bedrijven die ik in mijn portfolio heb, nou, nog steeds Renewi. Dus wat ik zei, die zijn van 10 naar 1 aandeel gedaan. Dus daar, ik heb nog steeds mijnzelfde positie. Nou, die staat, ja, nou ja, de beurs is nu een beetje naar beneden gezakt. Die stond ongeveer op 10 euro, die is nu weer naar rond 6, 7 euro gegaan. Dus in verhouding nou, ongeveer nog steeds verdubbeld van wat ik ervoor betaald heb. Ik heb ASML, Microsoft, ook een paar wat risicogere dingen. Zoals Philips, waar een claim op ligt. Nou, weet je, maar ik geloof wel in het bedrijf Philips. Want als die rechtszaken gesetteld worden, nou, lang verhaal, maar daar ga ik je niet mee bemoeien. Dan geloof ik dat daar heel veel groeipotentie in zit. En natuurlijk, ik vind het ook gewoon een mooi bedrijf. Weet je. Ze maken mooie medische apparatuur. Ze maken ook nog een beetje huishoudelijke apparatuur. Ze maken niet meer de televisies waar Philips op staat. Dat is gewoon een licensing deal. Ook de audio van Philips komt niet van Philips. Dat is allemaal illusie. Dus ze verkopen hun naam ook om op producten te zetten. Dus Philips maakt zelf geen televisie meer. Dat is TP Vision volgens mij die dat onder de Philips naam doet. Net als Nokia telefoons, dat is niet meer de Nokia van de 3310. Maar dat soort dingen, dat weten veel consumenten niet. Dus die zien een bekende naam en denken, wauw, ik koop een Philips televisie, dat is kwaliteit. Dus, maar goed, wat ik eigenlijk wil aangeven is, de beurs, die is niet te voorspellen. En ook nu met die oorlog, het is een mooi moment om, stel dat je zegt, hey, ik heb al een tijdje zitten kijken en ik wil eigenlijk wel iets, hè, ik heb geld liggen, ik wil iets investeren, is het op zich een mooie kans. Alleen je moet wel berekenen dat je dus geld kan verliezen. En je kan boos worden van potverdikkidorie, ik heb even 6000 euro verloren omdat de Russen Oekraïne invallen. Ja, dat ben ik. Of je kan zeggen, hey, wacht, ja, ik geloof in deze bedrijven, die komen er wel weer bovenop en dit is tijdelijk. En dan kan je weer naar de historie kijken, want als je naar de historie kijkt, de afgelopen 40 jaar doet de AEX gemiddeld 10% per jaar. 40 jaar, hè? Daar zit de dotcom-bubbel in, daar zit de financiële crisis in, coronapandemie in, 9-11, weet ik veel wat, hoeveel oorlogen. Zit er allemaal in. Zit er allemaal in. Dus waarom zou het nu anders zijn? Waarom zou het nu anders zijn? Dus mijn geloof is dat de beurs gaat, misschien niet dit jaar herstellen, maar in de komende 5 jaar zeker herstellen. En dan is dit eigenlijk een perfect koopmoment. Hè? Dit is gewoon net als achteraf gezien, als je op de laagste punt van de corona-epidemie, weet je wel, toen de shock de beurs binnenkwam, had gekocht, dan had je zelfs nu nog een gigantisch lekker rendement gemaakt. En wees nou heel eerlijk, wie wil nou niet gewoon, je kan je geld op de spaarrekening zetten en dan wordt het gewoon minder waard. Want inflatie, snijdt je geld helemaal weg. En ik denk eigenlijk, ik zou nog terugkomen op Warren Buffett. En ik denk, ik weet niet precies de quote, maar Albert Einstein heeft gezegd, the most powerful thing in the universe is compounding interest. Dus het meest krachtige wat er is, is eigenlijk ja, het principe van rente op rente. Compounding. Dus je krijgt rente. Dus stel je hebt 100, en daar krijg je 5% rente op, dan heb je 105. En als je daar weer 5% op krijgt, nou, dan krijg je dus weer 5 erbij, maar ook weer 5% van die 5 euro. Dus dan krijg je nog eens weer 25 cent extra. Nou ja, dat is wel heel hoog. 2,5 cent extra. Even uit mijn hoofd. Hoofdrekenen. Is het 2,5 cent? Nee, het is meer. Het is meer. Volgens mij is het wel, 25 cent. Dat was mijn eerste rekening wel goed. 25 cent. Dus dan krijg je 5 euro en 25 cent. Dat is, ja, dan denk je, ja, dat valt wel mee. Maar als je dat jaar op jaar op jaar op jaar doet, dan rankt dat op. En dan kom je bij meneer Warren Buffett. Die had dat ook ontdekt, dat als je rente op 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 rente kan doen, dan gaat het heel hard. En misschien een leuk iets is, als je 7 jaar lang 10% rendement maakt, heb je je geld verdubbeld. Dus pak 21 jaar, dat is dus 3 keer die verdubbeling, dus je verdubbelt. De eerste 7 jaar, dan verdubbel je dat in het verdubbelde bedrag, dus dat heb je eigenlijk al 4 keer. En dan verdubbel je dat bedrag nog een keer, dan heb je 8 keer. En dat is zeg maar de kracht van compounding interest. En als je dan ook nog eens bedrijven of aandelen of trekkers of wat dan ook weet te kopen, die dus meer dan 10% per jaar doen, dan is de kracht natuurlijk groter. En daar gaat eigenlijk de kracht van tijd in zitten. En dat is waarom ik beleggen zo mooi vind. Ik geloof dat ik gewoon mijn aandelen vasthouden, want die 10% komt wel. Dus als we nu, stel dat we nu 40% omlaag gaan, nou we zijn vorig jaar best wel hard omhoog gegaan, dan levelt dat uit, maar dan hebben we nog steeds een negatief rendement volgens mij. Dat betekent dat dus in de komende jaren dat negatief rendement gecompenseerd moet worden, zodat we alsnog weer op die 10% gemiddeld uitkomen. Dus dat betekent eigenlijk, als je hard daalt, die harde dalingen, die worden gecorrigeerd. En daarna groeien we rustig door. Maar die correcties, dat zijn wel de momenten dat er veel winst te halen valt. Maar, en dat is het gemene, bij de dip is heel gevaarlijk. Stel dat je zegt, ik koop als de beurs 10% daalt. Maar ja, stel dat die 20% daalt, maak je toch weer poef. En stel dat die 30% daalt, stel dat die 40% daalt, dan stel dat die 50%. Wanneer is de onderkant? En dat is het moeilijke spelletje van beleggen. En daarom denk ik ook dat voor de meeste mensen gewoon elke maand een bedrag inleggen. Doe ik ook met verschillende beleggingsrekeningen. Elke maand gaat gewoon een bedrag, wordt er iets gekocht. Hoef ik niet naar om te kijken. En ik heb mijn eigen beleggingen, daar doe ik dan wel wat actiever mee. Voor mijn pensioen doe ik precies hetzelfde. Ik koop gewoon elke maand gewoon hetzelfde reutemeteutje. En dan heb ik gewoon een gigantisch fantastisch pensioen. Want ik weet 10%, nou, en er komt nog wat dividend en dingen en allemaal bij. Nou, dat groeit gewoon rustig aan. En dan over 20 jaar, 30 jaar, heb ik gewoon een geweldig mooi pensioen. Dan koop ik wel iets meer vroeger dan, nou, laten we het zeggen 20 jaar. 30 jaar, dan ben ik 65, dan wil ik eigenlijk al lang met pensioen zijn. Dus over 20 jaar, nou, dan heb ik gewoon een leuk pensioen, dan kan ik gewoon lekker van leven en dan lang leven de lol, toch? Wie wil dat nou niet? Gewoon kunnen zeggen, ik wil met pensioen. En dat is eigenlijk ook een deel van de weg van de rijkdom voor mij. Het gaat niet alleen om geld. Nou, deze aflevering natuurlijk wel heel veel. Maar het gaat ook om mogen en niet moeten. Dat is een van mijn filosofie. Ik wil graag mogen kiezen wat ik doe. Als ik wil werken, ga ik werken. Als ik zeg, ik wil lekker vrijwilligers doen, wil ik dat ook kunnen. En dat is mijn droom. Niet moeten, maar mogen. Gewoon kunnen kiezen wat je wil. En dan, weet je, dat is goed voor je gemoedstoestand. Je kan gewoon lekker doen wat goed voelt op het moment. Je hebt tijd en ruimte om aan je gezondheid te werken. En dat probeer ik nu ook al in te bouwen. Hè? Gewoon elke dag bezig zijn met mijn gezondheid. Elke dag bezig zijn met mijn goede gemoedstoestand. En af en toe bezig, nou ja, elke beursdag even inlezen wat er allemaal gebeurt in de markt. En zo blijf ik ook een beetje op de hoogte van het nieuws. Want nou, het tv-nieuws kijk ik niet. Ik vind de oorlog in de Oekraïne wel heel interessant. Dus ik lees af en toe wat artikelen. En ja, weet je, daar word je een blij mens van. Je moet gewoon bezig zijn met de dingen die je blij maakt. Dus als jij zegt, ja, ik wil wel beleggen en dat 10% per jaar klinkt geweldig, Menno. Ik heb er geen zin in. Je kan ook gewoon elke maand een bedrag aan een of andere partij geven die dat dan voor jou doet. En dan kan je zelfs ook nog zeggen, ik wil bepaalde indextrekkers hebben. En ga nou voor die indextrekkers, want die kosten zijn zo laag. En als je zegt, Menno, ik weet niet welke indextrekkers, er zijn er zoveel. Pak dan gewoon de meest simpele, de MSCI World intrekker, en neem dan de accumulate en niet de distributed. En het verschil daarin, als je accumulate neemt, dan wordt het herbelegd. En distributed krijg je dividend op je beleggersrekening uitgeven. Moet je zelf weer iets kopen. Maar als je dat accumuleert, dan snap je natuurlijk al, dan gaat die dividend, dus een klein beetje winstdeling wat een bedrijf met jou doet, wordt weer herbelegd. En dan krijg je dus nog een extra boost in je compounding interest. En waarom niet bijvoorbeeld de DAX of de AEX? Daar zitten gewoon wat grotere risico's aan. Omdat, ja, je hebt al een mandje. Maar volgens mij is het zo dat de DAX, dat is een herbeleggingsindex. Dus die score is volgens mij weer terug naar de stand van 2016. Dus je hebt eigenlijk, of nee, ik zeg het verkeerd, 2018. Dus je hebt 4 jaar lang geen rendement gemaakt. Nou, dat wil je niet. Dus daar, de MSCI World Index is denk ik gewoon een mooie verspreiding. Er zit wel heel veel Amerikaanse dingen in. Maar goed, dat is ook de grootste economie. Maar daar zit eigenlijk alles in. Alle Nederlandse, Duitse dingen. Gewoon een hele mooie spreiding voor mensen die niet te veel risico willen nemen. Dus vandaar dat ik daar persoonlijk mijn pensioen in beleg. Want ik geloof wel dat die index nog wel lekker kan groeien. Nou, een hele hoop over financiën vandaag. Ook een beetje perspectief hoe het in die recht van rijkdom zit. Ik vond het eigenlijk wel belangrijk om dit met jullie te delen. En dit heeft vooral te maken met de huidige situatie. Die gewoon ons allemaal impact heeft. Die inflatie gaat nog wel even loeien. Dus we gaan de prijzen in de supermarkt gaan omhoog. Dat komt als energie omhoog gaat, gaan de prijzen in de supermarkt ook omhoog. En dus het worden hartstikke interessante tijden. En ik denk dat heel veel mensen in de financiële stress komen. Dus je moet eigenlijk nu kijken hoe kan ik zorgen dat ik die financiële rust kan behouden. En ik heb daar alle vertrouwen in dat ik dat kan. Maar goed, ik ben voor mezelf begonnen en heb gewoon een leuk inkomen. Dat zal niet iedereen hebben. Dus als jouw loon eigenlijk niet stijgt met 10% per jaar, net zo hard stijgt als de inflatie, pak even 10%, dan ga je er gewoon keihard onderaan achteruit. En vooral als je dan ook nog eens je geld op je spaarrekening zet en je bent de lucky one die belasting mag betalen over zijn spaargeld, dan ga je dus, word je dubbel gepakt. Dus en inflatie en dingen al. Dus volgens mij nu niet die dat is een ander verhaal. De Belastingdienst mag volgens mij geen spaartax inhouden of zoiets. Dus daar weet ik allemaal niet het fijne van. Daar heb ik gewoon een mannetje voor tegenwoordig. Dus dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen? Wil je met mij in contact komen? Gebruik dan de link hier ergens. Stuur me gewoon een berichtje. Je kan het ook vinden op Instagram. Menno Van Weringen, ik kan me gewoon bereiken en ik ga graag met jou het gesprek aan of beantwoord misschien wel in de volgende podcast jouw vraag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.